Dat was Maalstroom van de Koorts. We gaan even terug naar gisteren toen we het goede nieuws hoorden van onze DJ in de middag, Rick Bartens. En jij hebt dus goed nieuws. Tenminste, dat stuurde je een uur geleden de wereld in via Facebook en Instagram. Jazeker, Fred. Sinds jouw bericht zijn de speculaties losgebarsten. Het merendeel van de luisteraars denkt dat je een tv-programma gaat lanceren. Ons niet langer in de spel. Is het grote nieuws? Ja, lieve luisteraars, ik heb helaas afscheid van jullie nemen en stap over 2 weken over naar Nederlands grote radio. Dan wij? Helaas ook, hè? Maar ik zal nooit vergeten wat Dutch Capital FM en haar luisteraars voor mij in betekenen. Het blijft een mijn hey, cool. Fit? Dit houdt me fit. Oeh, je laat je wel lekker gaan, zeg. Hé, man. Seks, drank en rock'n'roll, Fred. Zou je ook eens moeten proberen om bij die vrouw van je weg te komen? Ja. Hé, heb je het grote nieuws al gehoord van onze primetime Rick? Hij gaat dé grote stap maken. Daar kan hij ook niks aan doen. Ja, jaloers. Ja, zal je eens toestemmen. Zit het je dwars dat hij jouw oude plekje in gaat nemen? Is dat het? Weet je, maak je geen zorgen. Waarschijnlijk gaat hij zijn carrière, zijn leven niet zo zwaar verkloten als jij. Kijk, als ik jou... Spaar jij die praatjes maar voor je bejaarde luisteraars en neem een lekker advocaatje in de kantine verlopen. Pannenkoek. Oké. Okay. Ja, kijk. Yo, ik kom. En de volgende keer dat je vuist lekker diep in Rick's reet zit... Oké. Okay. Steek dan je middelvinger even voor me uit. Truste Fred. Kun jij die Fred niet van de zender halen? Ryan, focus, jongen. Kom op. Dutch Capital FM. Dutch Capital FM. Een goede nacht, nachtbrakende luisteraars. Fijn dat jullie er alle vijf weer zijn. Dan is het nu tijd voor de nachtelijke afmaakzin van vannacht. Ik maak geen gebruik van social media, omdat... Bel nu en kom direct in de uitzending. Jullie kennen het nummer 0700-3232. We gaan vanavond de uitzending beginnen met het nieuwe nummer van de band Kras met Make Him Disappear. One day. Nachtbrakers met Brian. Ik maak geen gebruik van social media, omdat... Wat is dit voor kutverbinding? Oh, sorry. Ik ben het. Josien van de nachtwinkel om de hoek. Je weet wel. Tuurlijk, Josien. Ik Facebook wel veel en zo. Vooral 's nachts als ik me verveel in de winkel. Beetje lezen wat er allemaal gebeurd is. Leuke berichtjes, liken, foto's kijken bij mensen die ik dan weer ken via andere mensen. Gisteren zag ik bijvoorbeeld... Dus je maakt er wel gebruik van? Oh ja, heel veel.
De afmaakzin is, ik maak geen gebruik van social media omdat... Oh. Dag Josien. Doei Brian, tot de... Nou, als er nog mensen zijn die wel opletten en een werkende telefoon hebben, maak de volgende zin af. Ik maak geen gebruik van social media omdat... Bel met het nummer 0700-3232 en dan gaan we nu even luisteren naar wat muziek. Even muziek luisteren. Je kan toch ook een nummer aankondigen? Daar heb ik je ooit voor binnengehaald, hè? Ja. Kijk eens hoe gelukkig ik daarmee ben. Josien, het is weer zo'n nacht. Nou ja, we zijn wel wat gewend, toch? Laten we in ieder geval kappen met die verrekte afmaakzin en gewoon wat plaatjes gaan draaien. Jezus, Brian. Kom op, ik heb een heel draaiboek in elkaar gezet, hè. Niet weer op zijn kop zetten. Oké, kom op maar. Nog eentje, hè. Daar zijn we weer en gelijk met de volgende beller. Even kijken of deze wel goed heeft nagedacht over de stelling... Nachtbrakers met Brian. Ik maak geen gebruik van social media, omdat... Josien, wat heb ik je nou gezegd? Brian, als je nu moet beslissen over iemands leven, wat doe je dan? Nou, dat is weer iemand die het programma niet snapt. Je moet de zin afmaken, dan zijn wij er ook weer vanaf. Regel 1, ik blijf in de uitzending. Regel 2, geen politie. Regel 3, ik wil een miljoen. Ik heb geen tijd voor dit soort spelletjes, dus ik ga weer verder. Freak. Je hebt nog altijd praatjes op de radio, hè, Brian? Terwijl jij juist helemaal geen praatjes moet hebben, anders dan je schuldbekend praatje. Brian, luister je mee? Wat doe je? Kijk even hoe vredig ze ligt in bed. Slaap maar lekker. Je zult niks merken. Leuk toneelstukje. Doorn Roosje er ook? Nee, Brian. Doorn Roosje lag vannacht op de bank te slapen met kleren aan en een glas whisky in de hand. Wat wil je van me? Ik wil even met je praten. Nou, ik ken nog wel een leuke praatgroep. Weet je het adres? Je liegt, Brian. Jij kent helemaal geen praatgroep. Laat staan het adres. Dat jij niet gestruikeld bent over die berg schoenen midden in de gang... is echt een wonder. Elke dag hoopte ik erop. Maar nee. Hey, we hebben nog een beller, zie ik. Brian, zou ik niet aannemen als ik jou was. Regel 1, ik... Blijf in de uitzending, Brian. Wat wil je van me? Wil je weten wat ik heb gegeten gisteren of hoe vaak ik me heb gerukt? Daar heb ik echt geen Twitter voor nodig of zo, hoor. Doe ik al genoeg op de radio. Denk je dat de luisteraars op die nietszeggende populaire Pietpraat zitten te wachten? Nou, dat denk ik wel. Ja, anders zou jij mij toch ook niet bellen? Ik bel jou omdat het tijd is. Die moeder van jou... Zorgcentrum Daalzicht, kamer B70. Wat is het toch dement aan het worden, hè? Ze dacht dat ik jou was. Verdomme, man. Wie ben jij? Freek. Lijkt een beetje op Freak. Toen je nog bij die andere zender werkte, liet je veel meer van je echte ik horen en zien. En ik heb het gezien. Net als ik nu zie hoe vredig je moeder ligt te slapen. Fuck jou, klootzak. Wat moet je, man? Ik ga jou helpen jouw fouten goed te maken, Brian. Ik heb wel zin in wat muziek. Zet maar wat op, dan bel ik je zo weer terug. Wacht! Mo, wat muziek? Muziek? Muziek. Is dit echt of zit er iemand met me te fucken? Waar gaat het over, Brian? Fouten goed maken? Een schuld bekennen? En je moeder? Hey, heb je trouwens naar die luisterteller gekeken? Hè? Huh? Het lijkt wel een middaguitzending van Rick zo, hè? Een of andere gek die staat bij het bed van mijn moeder en jij lult over het aantal luisteraars. Dat is
Sorry, ik wilde je alleen maar oppeppen. Dat was het. Freek? Josien. Zei dat die jager was en het heerlijk vond om hier en neer te schieten. Josien, ik ga je ophangen nu. Freek? Die Josien. Aardige meid. Ben jij klaar voor? Klaar voor wat? Je kunt niet altijd ondergedoken blijven zitten. Dat moet toch frustrerend zijn? Frustrerend? Dit gesprek, jij bent frustrerend. Oh, dus als ik niet gebeld had, was jouw leven één groot feest? Nou ja, eigenlijk wel, ja. Je liegt dat je barst, Brian. Jouw leven is een zielige puinhoop. Ik ben de tel kwijtgeraakt van de spiegels die jij kapotgeslagen hebt... omdat je niet naar jezelf kunt kijken. Dus kom mij niet vertellen dat je leven één groot feest is. Weet je nog wat ik als eerst vroeg? Iets met kiezen. Als je nu moest beslissen over iemands leven, wat doe je dan? Ik sta bij het bed van je moeder, Brian. Nog niet badend in het bloed. Wat moet je, man? Laat mijn moeder met rust! Schuldbekend praat je, Brian. Ik heb een leven geleid waar veel mensen jaloers op zijn. Bekendheid, aandacht, geld. Maar ook drank, drugs, vrouwen. Op een gegeven moment werd ik wakker met een leeg gevoel. Daarom heb ik toen een stap teruggezet. Nog steeds leugens. Maar het begint ergens op te lijken, Brian. Fijn. Hoe gaat het met mijn moeder? Heel goed. Maar het ligt aan jou of dat zo blijft. Ik wil dat je het zegt, Brian. 2 jaar geleden. Donker. Verlaten. Wat bedoel je? Wat ik bedoel? Zet jij maar weer een plaatje op, laffe hond. Voor de stilte, voor de storm uit, barricadeer de deur, laat het licht uit. Alle ramen dicht en kamers op slot. En vergeet daarna meteen waar je de sleutel zet. Verstomd. Freek! Heb je nu ineens haast? Ja. Vertel het dan, Brian. Ik zag haar niet. Natuurlijk zag je haar niet met 7 whiskies in je mik op een onverlichte landweg. Weet je hoe oud ze was? 22. Je moet godverdomme ook je licht aan hebben op je fiets. Je moeder had betere sloten moeten hebben. Schuld bekennen, Brian. Ik wil dat je het zegt. Ik wist niet wat ik moest doen. Zoveel bloed. Niemand die me helpen kon. Zeg het, Brian.
Dit is rechercheur van Riel, van politie Amsterdam. Waar zijn we helemaal mee bezig nu? Nee! Nee, wacht! Wacht! Inspired by the people that surround us.